Ik ben hier in Frankrijk aan de Loire in een stadje dat heet Mont-Richard. En aan de buitenkant zijn we aangeland bij een supermarkt, Carrefour. En dit is bio-wijn deel 2. Want wat ik u gevraagd heb een tijdje geleden was, zoek eens een supermarkt uit en ga eens binnen met mensen lullen die wijn verkopen in de supermarkt. Dus wat we nu gaan proberen, als Nederlander met een cameraatje, is om eens te kijken of we zo'n supermarktmanager of een wijndepartment store manager, ja ik noem het maar wat, aan de film kunnen krijgen en aan de camera kunnen bakken om eens met mij een interview te houden over wat hun weten van bio-wijn in de supermarkt. Kom, ga mee. Nou, wijnliefhebbers, zo ben ik aangeland in deze Carrefour in het midden en je ziet wat hier verkocht wordt. En ze zijn nu de supermarktman aan het halen die over de wijn gaat. Ik ben zeer benieuwd of we het voor elkaar krijgen. Duidelijk verhaal hier, er is totaal niemand die iets weet van wijn. Ze zeggen alleen maar tegen me van ja, ik vul alleen maar de flesje en de dozen bij. Verkoopt u dan ook biologische wijn? Zulke gezichten, ze weten echt niet waar ik het over heb. Sta je toch in het centrum van de wijnen van Frankrijk? Ze weten er niets van, ze verkopen niet eens biologische wijn. En alles wordt afgeschoven op de rayonmanager en geen verantwoordelijkheid nemen. Nou, ik vraag me af of het in Nederland beter gaat in hetzelfde gebied, maar dat zullen we dan wel zien. Hallo, merci bien. À la prochaine. Oui. Bonne journée. En continuation? Oui, sans doute, parce qu'on est là pour quelques temps. Des vacances, non? Non, à faire. Het buitenland is begonnen.